Voor de shoot kunnen gaan beginnen, heb ik eerst gezorgd voor een vaste achtergrond en een vaste lichtopstelling. In dit geval heb ik gezorgd voor drie lichtbronnen, namelijk drie bureaulampen. Eén aan de linkerkant, één aan de rechterkant van het onderwerp en één aan de voorkant van het onderwerp. Aan de voorkant heeft het voordeel dat het soms wat de schaduw weg kan halen. Maar mocht ik dat niet willen, dan zet ik die gewoon uit. En met de andere twee wil ik gaan experimenteren. Voor de eerste foto leg ik het vorkje op de glazen plaat. Daarna speel ik met name met het linkerlicht om het lichtschaduweffect straks te versterken. En daarna ga ik de foto maken met een F11 en hou mijn camera op de glasplaat om zoveel mogelijk van die vork terug te zien in reflectie. Met voedsel kun je ook hele leuke detailsfoto maken. En dat ga ik nu doen. Ik zet deze appel op de glazen plaat. En je ziet het eigenlijk al gebeuren. Aan de linkerkant is minder licht te zien dan aan de rechterkant. Daarna maak ik de appel lichtvochtig met een beetje water. En daarna ga ik de close-up foto maken met precies dezelfde instellingen als daarnet. Ik heb de plank ondersteboven gelegd zodat we een schoon vlak hebben om op te werken. Dan pakken we nu de vork en de mes. En vervolgens gaan we met poedersuiker eroverheen strooien. Haal het bestek weg en maak een foto. Ik ga nu een klein appeltaartje fotograferen. Deze is ook te zien op de thumbnail. En deze heb ik gemaakt van polymeerklei in een dopje van een cola flesje. Om het directe licht op het onderwerp te verzachten, gebruik ik mijn eigen softbox. Hier komt binnenkort een video over hoe je die zelf thuis kunt maken. Ik ga nu twee foto's maken met verf. Voor de mensen die nu weten, ik schilder ook en heb ook een schilderles op YouTube staan. Die is bijna 1000 keer bekeken, dus mocht je het nog niet gezien hebben, is het zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen aan het einde van deze video. De eerste foto wordt een beetje abstract, zoals je nu een beetje in beeld ziet. De volgende foto wordt wat verfijnder en deze wordt zwart-wit met een beetje kleur. De volgende foto is een macrofoto van een spijkerbroek. Ik heb de glazen plaat weer teruggepakt en ik ga nu de nagelborstel fotograferen. Ik zorg dat de bovenkant van de haartjes goed belicht zijn en dan ga ik een mooie macrofoto maken met een F9 en ook weer met een donkere ondergrond en achterkant. Voor de laatste foto heb ik een potlood in de gum geslagen en zeker op een plaat wat reflecteert geeft het een leuk effect. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot een volgende keer.